Dames en heren, van harte welkom bij de promotie van Nico Maus. Professor Siebes is vandaag de rector en hij zal zo het woord nemen. Professor Siebes. De zitting is geopend. Meneer de promovendus, het College voor Promoties van de Universiteit Utrecht stelt u in de gelegenheid uw proefschrift in het openbaar te verdedigen. Alvorens wij daartoe overgaan, wil ik eerst enige gasten in ons midden welkom heten. Dat zijn professor Joosten van de Open Universiteit, professor Schultz van de Radboud Universiteit Nijmegen en professor Plasmeijer, ook van de Radboud Universiteit Nijmegen. Dan geef ik nu het woord aan uw eerste opponent, professor Joosten. Thank you, Chairman. I'd like to address you in English since we have some foreign guests here as well. But first of all, Mr. Naus, I'd like to compliment you with your very nice thesis. I've enjoyed every hour reading in it very thoroughly. Of course, because the subject is also related to my own work. So it's quite interesting. Now, I understand your goal is to calculate the next step in some given workflow process. And in that, I recognized the basic principles that are also used by your supervisor, Johan Juring, in his work about generating feedback in learning systems. I've got two questions. The first, you can give a short answer if you want. The first is about the task-oriented programming paradigm, the TOP language. It's an abstraction over workflow specifications, and you have proven valuable properties over this language. However, these proofs hold for TOP only. So my question is, why didn't you define an algebraic specification which is valid for a class of language, of which TOP is just one example? Your proofs would have been valid for every language that satisfies these specifications. Hooggeleerde opponent, I think that the reason for that is that we chose to embed it in the simply typed lambda calculus. So in a way, you have the existing proofs already for the simply typed lambda calculus. And then on top, we made the DSL called top hat. And for those specific constructs, we needed to do some additional proofs. Okay, so it was basically because you wanted to reuse those specifications you had already. Yes, exactly. I see. Yeah. Okay, thank you. The second question is maybe something that requires a more elaborate answer. It's about the notion of rule-based problems. You mention it as a motivation for your work at several instances in your thesis, and I couldn't find a definition for that thing. So therefore, I cannot verify any claims about rule-based problems. So I'm missing a sense of purpose. For what reason are we doing this work? Can you tell me something about the problem analysis that defines the problem, the rule-based problem, and reason towards the TOP language, why it solves this problem? Well, the rule-based problems are only used in part one of the thesis, and although it's not stated explicitly, on page 15, I state the Russell and Norvig definition of a well-defined artificial intelligence problem, which is the definition that I used for a rule-based problem. But I agree with you that I could have made that more explicit in that chapter. Yeah, because I've continuously been wondering about this sense of purpose. Why are we doing this, and why are we doing it in this way? To justify that you design your own rule-based problem modeling language, you also dismiss a number of languages as not suitable
for our purposes. Now, the only deficits you mention are that you need higher order definitions, and most of these languages only support a finite state space. But I would like to know how the absence of higher order functions poses a problem in practice, because I fail to see why a finite state space is a problem in any practical situation. We have a finite state space, and if that's a problem, we just shunt in more hardware to get a bigger finite state space. So what exactly is that not suitable for our purposes, why you dismiss these languages, and why is the lack of higher order definition such a problem there? So I see your point. I think that the starting point was the iTasks language, which actually uses the higher order concepts to create abstract workflows, and this allows the programmer to write smaller code and code that can be reused more easily. So I think that's the main reason why we really wanted to have this this higher order functionality in the language. But aren't workflows very often represented in just first order languages? I mean, people are quite happy with it, even if it's got restrictions. Yeah, so that's a very interesting point, I think. So when you study workflows in practice, you'll see that they're very very first order, exactly. But that doesn't mean that that's the way to go, I think, because I think there's a lot of room for improvement in the existing workflow languages. For example, now you need to redefine workflows every time for every task that you need to do. Well, in fact, they are very similar, and maybe you can abstract over them, but this is simply not allowed in the language, and therefore it becomes very cumbersome to code out these workflows. So for example, we've been to a manufacturer of hospital software, and they have a lot of repetitive tasks. So for example, a nurse goes to a bed, measures the temperature of the patient, and then logs it into the system. And then there's another task, which is her going to the patient and administering some drug. And then, I mean, you can imagine that there's 50 different things that a nurse can do with a patient that is very similar. But this is really how it's done in practice. So you have 50 of the same tasks, while if you have this abstraction, you can just do with one and then instantiate it for every different example of it. And the way I see things going in practice now is, of course, that there are many, in your example, 50 copies that have to be maintained. So there's a clear maintenance benefit by generalizing over that. I can also appreciate that if you want to generalize in general, you don't want to have this restriction of not being able to go to the higher order. However, in practice, I see that in every specific workflow situation, the details of the situation are such that you end up having 50 specifications anyway, because these details are invented by very different people who are sitting in each in one of these 50 situations. So I'm still wondering about the practicability of this higher order thing. I would like to see the real life examples but that's maybe for another occasion, on which I hope to take a rain check. Yeah, I think that's a very good point. I think it would be interesting to look at workflows that are used in practice, and can they actually be improved with higher order or not? I think that's a point for the study indeed. Yeah. Okay. Well, thank you very much. Thank you very much, Professor Joosten. Then the discussion is continued by Professor Schultz. Yeah, first of all, I would also like to thank you for having me as an examiner. I really enjoyed reading this. I've particularly found your
how should I say, the guts to try to prove properties for this kind of system really, really interesting. So I have a couple of questions, but I shall restrict myself to two. The first one struck me on page 13. There you're talking about your about workflow systems, and you say, oh yeah, you know, traditional workflow systems, they communicate data from one step to the next, and we only talk about shared data, and therefore we don't need any synchronization. And that left me baffled. I thought, why don't you need any synchronization? And I would like to get your answer for this. Hooggeleerde opponent. So I think that it kind of depends on what you mean by synchronization. So it could either be two branches waiting on each other. And in that case, well, since the data is modeled globally, they can just inspect the global data and then use that to make a decision to proceed. So there's not a need for an explicit synchronization construct or point in the flow. Does that sort of answer your question? Not quite, because for me, synchronization means you have two independently acting things, and at some point in time, they need to coordinate. One needs to wait for the other, or they need to make sure that they have reached a certain point. And if you allow to have shared data, then most likely you would like to control or at least figure out that there is a change in data, which is a synchronization, isn't it? So I don't see how you can claim that there is no synchronization happening. Can there be any meaning, or let me more aggressively rephrase to just to make my point, can there be any collaboration on shared data without synchronization at all? Meaningful, yeah. That. So I think that then I'm not clear in my explanation in the thesis. So there is, of course, synchronization going on in the system. I mean, you cannot do without, but there's no need for an explicit construct or combinator or anything like that to facilitate it. Okay. I think we're splitting hairs a little here, because at the end of the day, your combinator have to realize synchronization under the hood at some point in time. You may not call it synchronization, but you may have a read on or act on change operation, which is not, you know, which inherently is a synchronization operation. Mm-hmm. So I think it is, you know, after I was reading on, I felt like maybe he's just using the terminology of synchronization slightly loosely here, and that just irritated me. But, you know, thank you. Yeah, you see, I'm a little an easy to irritate person. The next thing, you know, I really loved all your proofs, and you know, you show that all this is happening, and I thought, oh, this is great. And then I was looking at the detail, and then the first thing you do is you say, oh yeah, we look at a simply typed lambda calculus. And then you go, whoa, okay, simply typed lambda calculus. Were you just the proponent of, you know, the vigorous proponent of higher order functions and the need of it? And how about recursion? And then I thought, okay, I would really love to know if you wanted to keep your proofs, how hard would it be to extend your top with higher order functions or with recursion? Because, you know, I have been in the business of dealing with first order language for quite a while now, and one of the first criticisms I get slapped at my ears left, right, and center is, oh, but it's not really functional, you know, if you don't have higher order functions. So really, my question is, how hard would it be? Yeah, so on the point of recursion, we're currently working on a new version of TOP, and this will have some sort of recursion, but in a very limited form. So I think that if you
I mean, if you were to use real recursion, then of course it becomes very hard to do symbolic execution, for example. So in order to maintain that, we allow a restricted form of loops to sort of deal with this problem. And well, my feeling is that this concurs with workflows in practice, that they that the whole flow is repeated, but there's little need for recursion. But of course, that's just my personal opinion. And I think that the same would go for higher order functions. So again, symbolic execution becomes very difficult. Precisely. But it, you know, this is what irritates me, because on the one hand you said, okay, we, you know, a higher orderedness is important because it gives us expressiveness and all this, and 5 minutes later you say, ah yeah, but if you want to do these you know, if you want to do this kind of advanced analysis and hints, we want to do the symbolic execution, and it might be a bit difficult. So you really, the question is, so I think this is very valuable that you say, okay, a limited form of recursion, but full recursion might be difficult. How about higher order functions? Do you really see this as, where is the obstacle buried in from a technical perspective? Yeah, for higher order function, I don't think I can say right now. So I guess this, I need to look into that a bit more before I can give a definitive answer on that. Okay. But I think that, I mean, it's always a trade-off, right? I mean, the more formal you do things, the harder other things become, and you sort of pick and choose what you like, what you would like to achieve, and then you try to get as most into the language while still being able to do the analysis that you want. And this is really the exercise that I try to do in this thesis. Very much appreciated. I would have loved to see a little bit more of this negotiation of properties in the thesis itself. In particular, as you outline as one of the future things that you would love to see happening, is to expand it onto iTask, onto full iTask. And there at the latest, I think, you would have to tackle these issues, in particular, taking into account your plea for higher orderedness as a real world vehicle that you just so fabulously gave 2 minutes ago. Okay, I think sticking to my slot, that should be it from my side. Thank you very much. Thank you very much. En dan wordt de discussie voortgezet door professor Plasmeijer. Thank you very much. Dear candidate, beste Nico, I also would like to congratulate you with your work. Of course, it was very interesting for me to read as one of the designers of iTask and designers of task-oriented programming. It was most interesting for me to see what happens over there. So the first thing I want to ask you is a very general question, actually, because you spent a lot of time on defining the formal semantics. I was wondering if there is something we can learn from for ITAS, so for the real implementation, given the work that you've done. So what is the lessons for us to learn? Hooggeleerde opponent. I think that's really a very crucial question. I mean, I've studied how we can formalize iTasks, and then of course we need to bring back what we've learned there. And let me start with the simple things. So in iTasks, it's very important that you have the stable and unstable tasks. And this is a concept that we found that we didn't need at all in the top hat language. And it's also my opinion that this holds for iTask as well. So I think that this concept could be removed from the language. And then I think the second important thing is that what we did is we took the combinators from iTask and then reduced them in functionality. So in iTasks, the philosophy is the more the combinator can do, the better.
At least that's my feeling. And because we wanted to really see what each combinator did, we took the other approach and made them do as little as possible. And I think this gives us sort of a clarity on how to use these combinators. And on the other hand, you can build the more complex combinators from the simple ones. So I think that's really valuable to include that, because it gives you a very clear idea of what each combinator should do. Yeah, I can imagine that from giving the proof, but there's also something like convenience. So for instance, I can imagine that, let's say, the stability can be described in a boolean in addition to the value, let's say, and then the boolean indicates whether it's stable or not. But it's very inconvenient for the programmer to do, because then he has to think about these things. And the same holds for, I think, other things, like, for instance, time. Of course, you can use a clock, but if a time is always there, then at any point in your program, you can, well, do something with time. So there are many things which are in the, well, let's say, in the ITAR system, like exception handling, recursion, of course, high order stuff, which somehow you can describe in another way. You can also go for data instead of high order stuff or something. But it's inconvenient for a programmer. So I think that's, well, one of the reasons could be, let's say, your goal to prove properties and our goal to make things more easier for the programmer. Is this a good way to view it? Yeah, I agree with that. So I think that time, of course, in workflows is a very essential concept, and this this of course has to be included in any workflow system that is used in practice. But for the stability, I disagree. So I really feel that there's absolutely no need for a notion of stability for tasks. And the other point regarding the combinators, I really feel that also for iTasks, there is an advantage to build the bigger combinators from the smaller ones. And this doesn't reduce the ease of use for the programmer or doesn't increase the complexity when using the system. But when implementing such a system, it's very clear what each combinator does. Okay, thank you. I have also another question. Given your, let's say, simplified system, why did you not try to show that, let's say, the basic combinators which are in ITAS can be expressed in your system as well, to show that your system is equally powerful? Yeah, that's a great point. I think this is absolutely future work. So I'm actually now at OU trying to get a project to investigate this. Okay, but there are not that many combinators, so why did you give it a try, just to see how far it goes? Of course, there are many things to try. There wasn't enough time. Okay. I have another question. You also state that we don't have a formal semantics, but I disagree with that. Yeah. Because there is a semantics, but it's perhaps not such a nice one as yours, but there's an operational semantics. And it's not too, the description is not that long. It's a couple of pages. So why did you, use this operational semantics to compare your semantics? And you could simply verify if the results you get are the same as given by the operational semantics. Why did you try that? Well, again, there are so much future work with this thesis, but I think that regarding the difference in semantics, I mean, the semantics that we made is just more suitable for the kind of things that we do, and the semantics that exists for iTask is more suitable for its purpose. So I think that both take their own approach, and I think both are very valid points to do it that way. Okay. If I have time for another question.
I look at the... Yes? You have about a minute or two. Okay. Then I have a short question. Julian Stutterheim, he made a system where you at runtime can see the progress of a workflow. So perhaps you could use his system to also give hints to the end user what is good or not good to do. Do you think that would be possible? Because somehow you have the whole task tree in your hands. So I think that could be done. What's your opinion about that? Yeah, so I think that the Tonic system that Julian Stutterheim made, it works well, but it is in my opinion limited. So it can only view so far into the workflow. And when you have goals that stretch over the whole system, it's much more complex to do that. But could you combine this? So the course goal and steps? Yeah, so I definitely think that there's some value in the system that he made, and I'm sure it can complement my system. Okay, thank you very much. Dank u wel, Professor Plasmeijer. Then the discussion will be continued by Professor Keller. Yeah, Nico, I would like to join the other committee members in congratulating you on your really very interesting work. And I also very much enjoyed reading your thesis. So one aspect about your work I particularly liked was that you took the problem and approached it from two very different angles. You used the AI-based method to support workflow decision problems, and you used the programming language semantic-based method. Now, you state in your thesis that basically proper user study was well out of the scope of your thesis, and that's for future work. But I was wondering, because you did implement a lot of case studies and looked at a lot of case studies, so from the user point of view, which approach would you recommend? And maybe, you know, are there kind of groups of problems where you think one of the approaches is more suited than the other? Clear the opponent. I think that, well, for me, it feels that the first approach using the AI system, it still requires a lot of work from the programmer implementing the system. So you need to, I mean, write some search algorithm that's maybe some heuristics for your system. So I think that the second approach is more universally applicable, and I think you would also get better results with that. But of course, the downside of that system, as Professor Plasmeijer also mentioned, is that it's just, it's a very formal system. It's not ready to be used in practice. So that makes it harder to do actual case studies. So the iTask people have worked with the Coastal Guard, for example. I think it would require a bit more work on the language itself before we can actually implement a Coastal Guard application, for example. So what would you say are the top features if you had the funding and everything to do that? How would you prioritize the tasks to make that available to the user? That's a good question. Well, I think first we need to work more on the language. So currently there's no way to generate user interfaces, for example, which is present in iTasks. Well, we're already working on a new version of the language which supports loops. I think that's crucial to developing these workflows. And we also need to incorporate constructs like time, like Professor Plasmeijer discussed. And with the user study, so first of all, I really like the fact that you point out that basically user studies will be necessary, because I think in the programming language community, we often neglect that aspect and kind of argue about, you know,
why one programming language is better than the other, but we are very much lacking user studies because they are different, difficult, very difficult, I think, to set up. So again, if you had resources and the means to set up a user study, what would you look out for? What would you see as the criteria to decide whether these technologies are effective and whether you're kind of happy and think that they were successful? Yeah, so I think the most important thing is, are these hints actually useful that we provide to the users? So now we are only focusing on next step hints, so immediate next step, but maybe there's also different hint information that can be useful for the user. For example, maybe a step is not available. Why is that not available? Can we explain that to the user? I think there are a lot of different kinds of hints that we can think of that might help. So I guess my first thing would be to check if the hints are useful. And then secondly, well, in the system, the user needs to somehow define the goal that he or she wants to achieve. And this is also, I think, very important. If it's very complicated to define the goal, then people won't use the system or maybe use it in the wrong way. So I think that should be a second very important point in the user study. Okay, thank you. And if I might get back to the question Professor Scholz asked about concurrency in the data structure. So the synchronization issue was also one thing that struck me. And I was wondering, why did you actually opt for a shared data structure compared to kind of explicitly passing the information? Because when I looked at your semantics, it seemed it's very fine-grained concurrency. So any kind of global synchronization, global data structure seems to have the danger of, you know, causing a bottleneck, a performance bottleneck. So I was wondering basically why you chose this approach. Yeah, so the... this is exactly the same approach that iTasks uses, and this was the inspiration and foundation for the TopHat language as well. So that's why we chose that approach. And I also like that it's very simple, very elegant, and it, in my opinion, it eases the burden on the programmer as well. But of course, this is a bottleneck, and I think that in iTasks, there are some clever solutions for that, where you can run multiple instances to avoid these bottlenecks, but then the servers will sort of make sure that in the back end, everything is synchronized. So there is some parallelization going on there. So if I understand you correctly, in iTasks, in practice, it's not like it's a potential bottleneck, but in practice, it's not really something that seems to be a problem. Yes, exactly. So in the, let me put it this way. So in the model, there is no concurrency, but in implementation, they've taken care of that. Okay, great. Thank you. Yeah, that's all from my side. Thank you very much, Professor Keller. And then we cannot see him on the screen, but we know that he is present. Professor Meijer, mag ik u het woord geven? Ja, meneer de voorzitter, dank u wel. Geachte promovendus, ja, ik ga dit gewoon in Nederlands doen, want ik heb het in Nederlands voorbereid. Allereerst een compliment. Ik vind het een heel interessant proefschrift, een soort mix van mijn oude leeropdracht programmatuurkunde en mijn huidige leeropdracht kunstmatige intelligentie. Met name heb ik zeer veel waardering voor het werk aan de formele semantiek van de besproken talen. Dit levert ondubbelzinnige betekenis op en een manier om formele verificatie toe te passen en nuttige eigenschappen te bewijzen. Ook door de formele semantiek gefaciliteerde symbolic execution
als manier om bepaalde eigenschappen te bewijzen in plaats van alleen maar te testen, vond ik heel erg interessant. Ik moet aan de andere kant wel toegeven dat, hoewel ik dus heel goed begrijp wat u wilt, ik heb bepaalde het totale voorschrift als geheel niet altijd erg leesbaar vond. En af en toe raakte ik de draad kwijt en dat zullen we later in de vragen over nakomen. Een vraag. Hier komen mijn vragen. Eerst een klein detail. Een detail dat ik niet helemaal begreep is in sectie 2.5 bent u heuristisch aan het zoeken naar oplossingen die het doel dichterbij brengen. Een kleinere heuristische waarde betekent dichterbij het doel. Waarom expandeert u dan de verzameling met de hoogste heuristische waarde op pagina 23? Twee regels voor sectie 2.6 zegt u dat u de hoogste heuristische waarde gaat expanderen. Kunt u me dat uitleggen? Hooggeleerde opponent, ik denk dat dat een fout is in de tekst van het proefschrift. Oh. Excuses. Ja, dat had de laagste er moeten bij zijn. Sorry, zou je dat nog een keer kunnen herhalen? Dat had de laatste heuristische waarde moeten zijn. Ja, exact. Oké. Nou, dat is snel bekeken dan. En nu een vraag die heeft te maken met de eerdere vragen die u heeft gekregen over concurrentie. Het verschil met procesalgebra. Op pagina 78 zegt u dat top models collaboration patterns, while process algebra's concern exact interaction and communication. Ja, dat ziet er inderdaad op het eerste gezicht heel anders uit. Maar er moet toch wel een relatie zijn. Kunt u daar iets over zeggen? Dus ik denk dat het belangrijkste verschil is dat in TopHat niet zozeer processen samenwerken, maar mensen samenwerken. Ik denk dat dat het cruciale verschil is. Dit is duidelijk. Kun je mensen ook niet zien als processen? Nou, niet in de manier zoals dat bij CSP gedaan wordt. Dus daar is echt een duidelijk verschil tussen. Oké. Kun je er nog iets meer over zeggen? Er is ook wel een relatie tussen het verschil tussen shared variables, communicatie en synchronisatie natuurlijk. Ja, dus bij de gebruikers die... En laat ik het zo zeggen, processen die ontvangen en zenden data in CSP. En mensen die zenden of ontvangen niet per se data. Zij voeren keuzes in het systeem. En het systeem verandert door de keuzes die zij maken. En ondertussen zijn er nog de verschillende taken van de workflow die wel op een CSP-achtige wijze met elkaar communiceren. Dus eigenlijk een toevoeging nog aan die manier van denken. Ja, dus dat lijkt meer op een shared variable idee, hè? Ja, exact. Oké, en dan mijn laatste vraag. In sectie 6.4 raakte ik de draad kwijt. Kunt u me uitleggen wat precies de functie is van de again parameter in figuur 6.13 en waarin simulate accent verschilt van simulate? Ik weet dat het best een heel ingewikkeld is, maar alles wat u erover kunt zeggen helpt me. Wat zijn de 96 is dat trouwens? Ja. Ja, dus het betreft de simulate-functie. Wat de simulate-functie doet, is die stuurt eigenlijk de symbolische executie aan. Het punt daarbij is dat je
in de symbolische toestand kan het voorkomen dat je... even denken hoor, kijk, dus, hoe kan ik dit het beste uitleggen? In een taak heb je invoervelden. En als die symbolisch uitgevoerd wordt, die invoervelden, wordt er een vers symbool gegenereerd. En dat wordt in het invoerveld ingevoerd. En daar wordt mee verder gerekend. Alleen wat er kan gebeuren, die kan je natuurlijk eindeloos opnieuw blijven invoeren. Dus iedere stap maak je een nieuw symbool. En weer een nieuw symbool. En weer een nieuw symbool. Ja, klopt. En om te voorkomen dat dat gebeurt, wil je dat op een gegeven moment afsluiten. Alleen, doe je dat met behulp van die again parameter? Ja, exact. En het punt is dat je die again parameter staat je toe één symbool te veel, als het ware, te produceren. Voor het geval dat het oude symbool gebonden is in de padconditie. En daar dient die again parameter voor. Oh, dus je hebt nog wel één slag extra nodig. Ja, exact. En waarom is dat precies? Dat is om te voorkomen dat je verder rekent met symbolen die gebonden zijn in de padconditie. Dus het kan zijn dat die symbolen in die editor in de toestand terechtkomen en zo in de padconditie. Je wil dus nog één keer een vers symbool genereren en dat wordt hier gedaan met de again parameter. Oké. En waarin verschilt die simulate accent precies van simulate? De simulate die zet hem als het ware klaar, dus instantieert alle parameters op de juiste wijze om simulate accent aan te roepen. Oké. Nou, dan ga ik het nog een keer bestuderen. Dankjewel. Dat was het, meneer de voorzitter. Dank u wel, professor Meijer. Dan geef ik tenslotte het woord aan uw promotor, professor Juring. Geachte promovendus. Nou, ik heb het proefschrift in zeer grote detail gelezen, zoals je ook weet. En een van de dingen die natuurlijk opvalt aan het eind van het proefschrift, een tientallen pagina's met bewijzen van eigenschappen gegeven worden. En als je ook kijkt naar de huidige wereld van programmeertalen, programmeertaalconferenties, methoden, dan is toch tegenwoordig steeds sterker de neiging om dat soort bewijzen, om daar garanties bij te leveren. Nou, de garantie die u erbij gelezen hebt, is dat u het zelf hebt gelezen en dat uw promotor dat in zeer groot detail gelezen heeft. En de promotor heeft daar ook wel enige correcties aan moeten brengen. Wat zou er voor nodig zijn om, of wat maakt het moeilijk om wijzen die u geeft op, het soort garanties te voorzien met vierenproevers of interactieve systemen, om daar echt garanties te geven dat wijzen volledig correct zijn. Hooggeleerde opponent, dit is een heel goed punt wat u maakt. We zijn er momenteel mee bezig om het te formaliseren in een theorem prover, om die garanties te kunnen geven. De reden dat ik het initieel zo heb gedaan is simpelweg omdat het eenvoudiger is op een bepaalde manier. Op een bepaalde manier ook weer niet. Zoals u zelf ook aangeeft, het is heel veel werk om alle details goed te krijgen en vervolgens ook te controleren dat het inderdaad klopt. Maar voor de nieuwe versie van TopHat, die ik net ook al besprak, willen we een theorem prover bewijs meeleveren om te zeggen dat de eigenschappen die we claimen, dat ook echt waar zijn. Welke theorem prover gebruik je daarvoor? Hij heeft al zaken gevonden die lastig zijn of moeilijk? Ja, dus we zijn nu bezig in Excel om het voor elkaar te krijgen.
En met name, we zijn nu vooral bezig met om de lambda calculus daarin te coderen. Dat is al een heel, heel karwei. Maar mijn verwachting is dat, omdat het een DSL die daar voortbouwt, dat werk vooral aan de voorkant zit. En zodra je eenmaal de basis, dus de taal waarin Tophead geëmbed is, als je die eenmaal correct hebt bewezen, dat het dan niet heel veel werk meer vereist. Omdat de combinators gebruik maken van de simply typed lambda calculus. Hora est. De commissie trekt zich terug om te beraadslagen. De zitting wordt geschorst. Dan verzoek ik nu de commissieleden om terug te switchen naar de commissiekamer. De luisteraars en kijkers wil ik vragen om vooral nog in de senaatzaal te blijven. We zijn met een kleine 10 minuten terug en dan gaan we verder met de promotie. Tot zo. Oké.
I'm not quite sure. Yeah, I think we are complete now. So yes, we are complete. You can continue. Dank u wel. De zitting wordt voortgezet. Meneer de promovendus, deze commissie, ingesteld door het College voor Promoties, heeft kennis genomen van uw proefschrift en heeft de verdediging daarvan gehoord. De commissie heeft besloten u het doctoraat toe te kennen. Ik verzoek nu uw promotor, professor Juring, u op de gebruikelijke wijze met die waardigheid te bekleden. Uit kracht van de bevoegdheid, ons bij de wet toegekend en volgens het besluit van de promotiecommissie hier tegenwoordig, verklaar ik bij deze u, Nikonaus, te bevorderen tot doctor met alle daaraan door de wet en de gewoonte verbonden rechten en plichten jegens wetenschap en samenleving. Belooft u dat u altijd volgens de beginselen van wetenschappelijke integriteit te werk zult gaan, eerlijk en zorgvuldig, kritisch en transparant en onafhankelijk en onpartijdig. Ja, dat beloof ik. Dan zal het diploma door rector en promotor ondertekend en van het grootzegel der universiteit voorzien later dit jaar aan u worden overhandigd. Wel edel, zeer geleerde dokter, beste Nico. Van harte gefeliciteerd met je promotie. De vorm van de promotie wijkt uiteraard volledig af van wat we gewend zijn, maar ik ben blij dat het ook op deze manier kan en dat het je gelukt is om ook op afstand je proefschrift succesvol te verdedigen. Ik wil in deze laudatio bij drie onderwerpen stilstaan, bij het onderzoek dat je hebt uitgevoerd, wat je voor je omgeving hebt betekend en hoe ik onze samenwerking ervaren heb. Je hebt je onderzoek uitgevoerd in het kader van het STB en nu TTW-project Top Support for Collaborations on the Internet. Rinus Plasmeijer met mij en Jean-Gilles Meijer als mede-aanvragers begin 2015 toegekend heeft gekregen. Het was het idee dat jij aan twee thema's zou werken. Hoe definiëren en garanderen we eigenschappen van taken? En wat voor runtime feedback kunnen we aan eindgebruikers en managers geven? Over beide vragen hebben we in het begin gebrainstormd en het leek niet zo eenvoudig om antwoord op die vragen te produceren. Voor de feedbackvraag hadden we voldoende ideeën, maar de eigenschappenvraag was veel lastiger te beantwoorden. Maar als ik nu kijk naar de conclusies van je proefschrift, dan heb je precies op die vragen antwoorden geproduceerd. Ik heb al heel vaak met onderzoek meegemaakt dat het probleem dat je wilt onderzoeken ingewikkelder is dan het aan het begin lijkt. En dat de eerste stappen alweer uit zoveel deelstappen bestaan, dat je niet meer aan het volledig probleem dat je wilde onderzoeken toekomt. En dat is bij jou ook het geval geweest. Je hebt nu de raamwerken neergezet en de technieken ontwikkeld, samen met Tim en Marcus, die je kan gebruiken om vervolgens feedback te geven en eigenschappen te checken. Maar die laatste stap heb je helaas nog niet kunnen zetten in de tijd die je had. Deze promotie sluit een lange periode van opleidingen bij en bijdragen aan de Universiteit Utrecht af. Binnen de universiteit ben je een bekend gezicht. Als student droeg je bij aan de fotostrip Drie Hoog, iedere week verschenen in de DUB, het digitale universiteitsblad van de Universiteit Utrecht. Volgens mij heeft je broertje je rol in de strip overgenomen met net iets andere persoonskenmerken. Ik was een trouwe fan, of ben een trouwe fan. En van het regelmatig of heel erg oude studentenleven. En herken ook nog regelmatig aspecten die ik mij meen te herinneren uit mijn eigen studentenleven. Maar dat is al heel lang geleden en uiteraard niet bij mijzelf natuurlijk. Zo, toen je begon met je promotieonderzoek stopte je met de fotostrip. Maar werd je in plaats daarvan actief in universitaire politiek. Je werd lid van de universiteitsraad of vertegenwoordiger van de Utrechtse promovendipartij. Tot mijn schrik waren beide vertegenwoordigers van de promovendipartij in de universiteitsraad promovendi met mij als promovendi wel eens onderdeel van de discussies in de U-raad zou kunnen worden.
Nou, gelukkig heb ik daar nooit iets van gemerkt, maar mogelijk komt dat ook door de discrete manier waarop jij omging met die taak. Als U-raadslid kom je natuurlijk van allerlei vertrouwelijke informatie tegen, maar je scheidde je U-raadswerk zorgvuldig van de samenwerking met mij. En ik ben ook bang dat ik weinig over je resultaten in de U-raad kan zeggen. Behalve dat je hebt meegewerkt aan de selectie van onze nieuwe rector. En ik denk dat je daar een hele goede keuze gemaakt hebt. Julia, natuurlijk. Nou, onze samenwerking die week wat af van wat ik gewend was met eerdere AIO's. In het begin werken we nauw samen, ontmoeten we elkaar regelmatig. Maar na verloop van tijd ging je meer je eigen weg en zocht je de samenwerking met Tim en Marcus. En had je mij duidelijk minder nodig. Voor mij was dat ook even wennen. Ik ben vooral gewend aan die nauwe samenwerking. En door die nauwe samenwerking weet ik vaak ook goed hoe een promovendus ervoor staat. Wat de vorderingen zijn. In jouw geval moest ik erop vertrouwen dat die vorderingen goed verliepen, zonder dat ik daar veel overzicht over had. Doordat je wel regelmatig rapporteerde en eventuele problemen nog wel bleef voorleggen, vertrouwde ik erop dat het goed zou komen. En dat vertrouwen is duidelijk beloond. Een paar maanden voor het aflopen van je contract kondigde je aan dat je je proefschrift wilde gaan samenstellen. En omdat jullie in het laatste jaar ook verschillende artikelen hadden gepubliceerd, leek mij ook dat je daar voldoende onderliggend materiaal voor had. Nou, in december en januari van vorig en dit jaar hebben we weer zeer intensief samengewerkt. Waarbij jij mij hoofdstukken stuurde en ik allerlei verbeteringen voorstelde. Waar jij vervolgens weer aan de slag ging. Je zou het bijna kunnen zien als een soort commentaartennis. Dat je heen en weer speelt. Maar dat verliep heel voorspoedig. Ik moet wel zeggen dat het een beetje een uitputtingsslag was. En ik denk dat jij gewonnen hebt uiteindelijk. Als ik eerlijk ben, die appendix, nou ja, waar ik ook al een vraag over stelde. Nou. Wat een stuk tekst was dat. Maar we zijn er doorgekomen. Ik denk dat we er gezamenlijk goed uit zijn gekomen. En ik kreeg er zelfs op het laatst echt lol in om nog te proberen verbeteringen te vinden. En jij probeerde altijd weer zo snel mogelijk correcties te sturen. Nou, Nico, nogmaals gefeliciteerd met deze week. En die felicitaties gelden uiteraard ook voor je familie en vrienden, die ik volgens mij allemaal daarachter aanwezig zie. Je hebt het harte verdiend. En ik denk dat je met je werklust en je competenties een voorspoedige toekomst tegemoet gaat. Gefeliciteerd. Zeer geleerde heer, ook uit naam van het College voor Promoties en de Beta-faculteit wens ik u geluk met de verworven waardigheid. Hiermee verklaar ik deze plechtigheid geëindigd. En dan wil ik u nu uitnodigen om een echt applaus te geven. Dan gaan we nu over tot het feliciteren van de kandidaten. Dan bedoel ik alleen de mensen die online zijn. De familie op de achtergrond mag nog even wachten. Ik als Padel mag voorgaan. Dan volgt de rector, promotor en dan de commissieleden in de volgorde van de oppositie. Nico, van harte gefeliciteerd. Geniet ervan. Je hebt het echt verdiend. Ik wens je een hele mooie dag toe, maar ik wens je vooral een hele mooie toekomst met een prachtige baan toe. Geniet daarvan. Professor Siebes. Beste Nico, ik hoop dat jij evenzeer van de verdediging hebt genoten als dat ik het heb gedaan. Ik vond het heel leuk om te zien. Je hebt het goed gedaan en heel goed georganiseerd met zo'n hele lijst van, hele ruimte vol met mensen die je ondersteunen achter je. Slim gedaan. Beetje steun is precies wat je nodig hebt. Het gaat je goed. Professor Juring. Gefeliciteerd Nico, mooi gedaan. Knap gedaan. En geniet er vandaag van. Ik zal later ook nog mij aansluiten bij de feestelijkheden. Tot zo. Professor Joosten.
Ja, Nico, heel hartelijk gefeliciteerd met dit resultaat. Nu hoor je erbij, hè, tot de inkroud van de wetenschappers met een dokterstitel. Dus dat schept grote verwachtingen. Ik hoop dat we elkaar natuurlijk dan ook nog wel zullen gaan ontmoeten. Nou, maak er een mooie dag van. Feest vieren en hopelijk tot ziens. Professor Scholz. Ja, congratulations, Dr. Naus. Very well done. I enjoyed not only reading the thesis, but also having the discussion with you. All the best for your future. Thanks. Professor Plasmeijer. Dag beste Nico. Ik zeg van harte gefeliciteerd. Ik ben ontzettend blij met het resultaat. Omdat je de verdediging heel goed hebt gedaan. Trouwens, al je praatjes die ik tot nu toe heb bijgewoond, laten zien dat je echt heel veel weet van het onderwerp en er heel diep in zit. En ik zie natuurlijk ook uit naar de toekomst, naar de nieuwe papers die nog moeten verschijnen. En vooral ook zie ik uit naar een aantal exemplaren van die fantastische fotostrip waar je aan meewerkt. Dus vergeet me niet een paar exemplaren op te sturen, ik vergoed uiteraard de kosten. En ik schaam me een beetje dat ik als stripliefhebber daar geen weet van had. Different stripliefhebber. Dus... Hey, gefeliciteerd en we zien elkaar nog. Bedankt. Professor Keller. Dear Nico, congratulations again. Very well done. And as I said, I really, really enjoyed reading your thesis and the defense today. So enjoy the day and all the best for your future. Professor Meijer. Beste Nico, ook mijn felicitaties en heel veel succes in de toekomst. Mark. Ik hoorde het niet. beste Nico, nadeel dat als je als laatste mag, dan is alles al gezegd. Het voordeel is dat je gewoon kunt zeggen dat je bij iedereen aansluit die al eerder wat heeft gezegd. Dus van harte gefeliciteerd. Van mij nog persoonlijk dank voor je bijdrage aan de PhD Council bij het departement. Het allerbeste. Oké, dan zijn we nu aan het einde van de promotie van Nico gekomen. Ik nodig de commissieleden uit om nog even de switch naar de commissiekamer te maken. Dan feliciteren we daar nog even de promotor. Nico, veel plezier vandaag en tot ziens. Thank you.